Ja, de impact is voorlopig nog vrij onduidelijk. Wat we wel kunnen zien waar het coronavirus gestart is, in China bijvoorbeeld, zien we dat de implicaties wel vrij fors zijn. Ook de PMI, vertrouwensindicator van de bedrijven in China, is fors teruggevallen, echt in een contractieniveau. Dus zeker die implicaties zijn zeer ruim. Ook voor Europa gaat dat stelselmatig meer duidelijk worden. Ook in de VS gaat dat meer duidelijk worden, aangezien dat de maatregelen die getroffen worden nu wel zeer fors zijn. Je ziet bijvoorbeeld dat de centrale bankiers beginnen op te stappen, dat de overheden naar voren beginnen treden en zeggen we gaan meer stimuleren. Die economie die heeft het moeilijk momenteel. Vooral ook omdat het is dat de consument in bedwang houdt. En zeker die economie het laatste jaar, die werd vooral gedragen door de sterke consument. Als daar natuurlijk een impact komt op het vertrouwen, ja, dan gaat dat ook weerspiegeld worden in de economie. En daarom treden nu wel de centrale bankiers, bijvoorbeeld in Amerika, waar we net een emergency rate cut hebben gehad van 50 basispunten, maar ook in Europa, waar dat de overheden meer aan fiscal policy gaan doen en geld in de economie gaan pompen, die treden nu meer op de voorgrond. Beurzen aanvankelijk zag je in het begin van het jaar, wanneer dat de implicaties van het coronavirus wat meer duidelijk begonnen te worden en dat het de economie zou gaan schaden. Aanvankelijk zag je vooral de overheidsrentes, op de obligaties van de overheden zag je de rentes naar beneden komen. Zag je de goudprijs stelselmatig toch weer wat hoger stappen. De aandelenbeurzen deden het in januari zeer goed, maar wanneer dat de Amerikaanse ISM, dat daar duidelijk werd dat er toch wel iets, of dat die een forse stap naar beneden nam, dan zag je ook wel dat die aandelenbeurzen heel volatiel begonnen worden. Dat gebeurde eerder al in China. Zij zijn terug wat gerecupereerd. En nu zie je dat de beurzen ook wel terug wat omhoog gaan. Nu dat duidelijk wordt dat de centrale bankiers en de overheden ook gaan ingrijpen. Natuurlijk, ja, die implicaties die gaan langer spelen. Die gaan toch zeker door het eerste kwartaal. En hoe lang gaat het virus zich verspreiden en hoe lang gaat dat door blijven gaan? Dat is natuurlijk een vraag die de beurzen momenteel toch wel bezighoudt. Wij hebben dan in de patrimoniale fondsen gaan we natuurlijk voor een actief beheer, ook in de allocatie. Wat hadden we gedaan? We hadden het aandelenpercentage licht naar beneden gehaald in half februari al. Ook de goudpositie die was wat ruimer dan anders. Wat natuurlijk wel positief heeft bijgedragen aan het rendement, die goudpositie. Nu dat centrale bankiers hebben ingegrepen, is ook het aandelenpercentage licht verhoogd en heeft dat een positieve impact.